Godverdomme. Hip hip hip! Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Er is niks beter dan opstaan met een goede workout, een motivational speech en een gezond ontbijtje. Maar dat gezond ontbijtje ga ik eerst gaan maken. Yo. Yes mensen, ik heb mijn ontbijt gemaakt. Kijk eens aan. Het ziet er echt knijters uit. Jullie zien het. Cashewnoten, chia seeds, bijenpollen. Kokosnoot yoghurt, blauwe bessen en 2 bananen. En ik kan jullie verzekeren mensen, die shit, eet die shit en je gaat je echt goed voelen. Je gaat echt hard gaan in het leven. Je gaat gewoon, wow, opeens ga je fucking energiestoot krijgen. Ik heb er ook cacao poeder in gedaan. Die cacao poeder zit vol met zotte shit. Holy shit mensen, dat is echt bam. Yes, oké. Ik ga werken, ik zie jullie na mijn werk. Ciao. Mensen, eindelijk gedaan met werken. Super vet. Ik ben op aan het strand. Jullie zien de nieuwe bril dat ik heb. Ik heb hem gevonden op het strand. Echt een Ray-Ban. Ik vind hem echt super style. En ik heb ook nog echt hard nieuws, mensen. Echt fucking hard nieuws. Ik ga jullie dat later vertellen. Oké, mensen. Wat ik nu ga vertellen is fucked up. Het moet gewoon gedaan zijn met die shit. Ik zie constant krantenartikels. Dit, dat. De hele social media staat er vol van. En hoe de fuck kunnen mensen dat nu doen? Er was dus een vrouw in de Albert Heijn. Ze stopt met haar auto. Ze had haar hond in zo'n doos of een kooi zitten. Jullie zien het wel op de video. En die hond was helemaal in paniek aan het schieten. Volledig in paniek. Die hond... Godverdomme. Ik heb het deurtje opengezet. En het ziet er naar uit dat hij nu al wat rustiger is. Maar holy shit, dat is echt wel fucked up. Het is fucking 31 graden vandaag, volle zon, die auto stond in de zon, de ruit was zoveel open, wauw. Zolang dat de wind niet volle bak circuleert, maakt dat geen fuck uit. Een auto warmt zo hard op mensen, zo fucking hard. Ik weet niet of dat mensen zo dom kunnen zijn. Ik heb uiteindelijk die hond bevrijd. Die hond had zelf amper nog energie voor iets te stappen of zo. Holy shit. En ik wou eigenlijk gewoon zelf die ruit breken. Maar toen kwam de mevrouw aan. En ik ga ook die mevrouw niet filmen, ik ga haar niet in beeld brengen, maar ik heb haar duidelijk gezegd van kijk, als ik dat nog één keer zie, of als ik ooit nog een keer zoiets zie, ik breek gewoon die ruit. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Ik moet hier even mijn frustraties lossen. Holy shit. Het hekste van allemaal was, ik vertelde die mevrouw nog over de krantenartikels. En ze wist het. Ze had het gewoon al. Oh my god. Ik begrijp mensen niet meer. Dus mensen, ik heb die mevrouw niet in beeld gebracht. Ik heb haar ook niet gefilmd. Ik heb alles besproken met haar dat die shit nooit meer moet voorkomen. Dat ik dat niet meer moet zien. Dat is compleet gek. Oké, mensen, ik ga nu naar het strand. Ik heb er fucking veel zin in. Let's fucking go. Yes, mensen, we zijn op het strand. Super vet. Ik zie de homies daar al met de frisbees filmen. Holy shit, ik ga er zo helemaal naartoe. You. En jullie mogen een liedje zingen. Day to you, happy birthday to you, happy birthday to Jason, happy birthday to you. Hip hip hip! Hip hip hip!
restaurant was echt heerlijk. Super chill. Het weer is nog altijd knijters. Morgen wordt het nog warmer. Morgen wordt het waarschijnlijk 31 graden. Ik ben echt super blij. Het strand was heerlijk. Shit mensen, ik heb super nice drank voor een nice cocktail te maken. Woe, pina colada. Ik vraag me eigenlijk zelf ook af waarom dat ik dat eigenlijk gewoon niet in mijn rugzak heb gestoken. Maar ik besefte het pas halverwege. Ik ben zo gewoon van zonder rugzak rond te toeren. Ik ga eerst die shit in de frigo leggen. Ik ga dan iets maken voor te eten. Ik zie jullie later. Yo. Jullie zien het, ik heb hier een super lekker bordje gemaakt. Een salade met van alles op, jullie zien het. Dat is by the way Belgian pickles, een gezonde saus. Hier hebben we kip, salade met ijsbergsla, worteltjes, een beetje van alles. En ik heb ook mayonaise op de worteltjes gedaan. Want ik kan die shit gewoon niet laten. Mayonaise met wortels, dat is echt een combinatie. Holy shit. Alright, ik ga eten, ik ga dan terug naar buiten. Let's go. Hier allemaal feestmateriaal, jullie zien het. Bekertjes, rietjes, ijs. Mijn pool van vanavond als ik het koud krijg. En ik ga met mijn skateboard naar Duinbergen. Super vet. Ik heb ook mijn All-Stars aan, jullie zien het. En ik heb die All-Stars echt al 2 jaar of zo niet meer aangedaan. Alhoewel, ik doe ze wel een paar keer per jaar aan, altijd. En ik vind ze echt gewoon heerlijk. Ik heb ze zeker al 5 of 6 jaar en ze zijn zo vet. Ze zijn van die All-Stars zonder veters. Dat gewoon eigenlijk slip-on shoes zijn. Dus die shoes zijn echt de fucking shit. Ik word aangevallen door deze hond. Holy shit, holy shit, holy shit. Ik ben op de freestyle met, hoe noem je? Naomi. Naomi, super vet. Hey, nice voor je toch een keer te ontmoeten? Ja, nice too. Holy shit, ben je van Koppen? Ja. Ja? Maar ook van Antwerpen. Dus. Ook van Antwerpen, super vet. En naar wie doe je een shout-out van? Niemand. Niemand? Maar dat de Animals Beach Club voor de fucking vette party, toch? Nee? Maar jongens, ze zijn al zo ver, ik moet echt in de Rina. Gewoon stam. Kom dan maar goed. Bumper.